Tweelingen, tweeling, welkom bij jullie liefdesreading voor de maand december. Dit is voor iedereen die tweeling in zijn zon, maan of ascendant heeft. En natuurlijk ook voor iedereen die geïnteresseerd is in een tweeling of een connectie heeft met een tweeling. Jullie zijn ook allemaal welkom om deze reading te kijken. Het kan en zal helaas niet voor iedereen resoneren. Neem daarom mee wat resoneert en laat de rest achterwege. Universum. Graag een heldere, duidelijke boodschap voor tweeling als het gaat om liefde in de maand december. We beginnen met de Romance Angel Cards. 3 kaarten alsjeblieft. Ja. Nog 2 kaarten alsjeblieft, dank u wel. Nog 2 kaarten alsjeblieft voor tweeling. Ja, dank u wel. Nog 1 kaart voor het sterrenbeeld tweelingen. Als het gaat om liefde, wat mag de tweeling verwachten in de maand december als het gaat om liefde? En graag een heldere en duidelijke boodschap. Nou, we hebben nog 2 kaarten. Zijn het er 2? Ja, dus we hebben 4 kaarten in totaal voor jullie tweeling. En zo. De eerste kaart. Ik leg ze even op volgorde, zoals ze eruit zijn gekomen. Jij verdient liefde, tweelingen. Dus mocht je daaraan twijfelen, je verdient liefde. You are lovable. Je bent iemand om van te houden. En dan hebben we als tweede kaart een soulmate. Ja, dit is jouw soulmate. Derde kaart, engagement. Dit kan staan voor een verloving. Je liefdesleven wordt naar een volgend level, een hoger level van toewijding getild. Dus het kan zijn dat je inderdaad iemand in je vriendenkring hebt waarmee ja, een relatie kan beginnen in de maand december. En een soulmate inderdaad, het kan iemand zijn in liefde, maar het kan ook een vriend of een vriendin zijn. Dus een bepaalde relatie die je al hebt, kan naar een volgend level getild worden. En dan hebben we religieuze factoren. Je liefdesleven wordt beïnvloed door jouw religieuze opvoeding en je spirituele pad. Dus het kan zo zijn dat je iemand in je omgeving hebt al, of gaat leren kennen die wellicht op hetzelfde ook bezig is met spirituele ontwikkeling, mocht je daar zelf inderdaad mee bezig zijn. Of iemand die ja, religieus is. En het kan zijn dat jij religieus bent of de andere persoon. Het kan ook zijn dat dit juist iets is waarin jullie heel erg verschillen. Het kan iemand zijn die een ander geloof heeft, een andere religie. Of iemand die totaal niet gelovig is, terwijl jij dat wel bent. Of ja, jij kan spiritueel zijn en de ander niet. Dus kijk hoe het resoneert. We gaan met de Grand Luxe Tarot kijken wat de belangrijkste boodschap is voor jullie tweelingen in de maand december. En ik ben benieuwd, ik ben zelf tweeling ascendant. Dus de readingen van de tweeling resoneren ook heel vaak met mijzelf. Universum, wat is de belangrijkste boodschap voor tweelingen? Ik ga eerst kijken naar jullie energie. De energie van tweelingen als het gaat om degene aan wie je denkt. En het kan voor sommigen van jullie, de singles, ook nog iemand zijn die gaat binnenkomen natuurlijk. Maar hoe staan jullie ten opzichte van de liefde of een bepaalde connectie? Wat is de energie van tweelingen als het gaat om liefde voor de maand december, universum? 3 kaarten voor de energie van tweelingen. Oh, en we hebben meteen 3 kaarten. En deze kwam er ook als eerste kaart uit bij Leeuw, schildknaap van Pentakels. We hebben de Pentakels 8. En we hebben de koning van Zwaarden. Ja, dus jullie eigen energietweelingen. Tweelingweegschaal Waterman met die koning van Zwaarden. Dus ik heb het gevoel dat je wel in je kracht staat. Je bent ergens aan het werken met de Pentakels 8. Of je bent bereid om ergens tijd en energie in te stoppen. En dit heeft te maken met een nieuw begin met die schildknaap van Pentakels. Voor anderen van jullie kan het zijn dat je inderdaad bezig bent met een opleiding, een cursus. Je verder richten op je carrière, je financiële stabiliteit, heb ik het gevoel. Met de koning van Zwaarden, dit is iemand die staat voor rechtvaardigheid. Iemand die wijs is,
wijs advies kan geven in een bepaalde situatie. Dus inderdaad, ben je op zoek naar liefde. Je wil eerlijkheid, openheid. Je zult helder communiceren. De koning van zwaarden is iemand die helder, kort en bondig, duidelijk communiceert. Die objectief naar een situatie kijkt en die zich niet laat leiden door emoties, maar inderdaad door wijsheid en door ervaring, door zijn verstand met de koning van zwaarden. Dus je probeert gewoon heel rationeel naar een bepaalde connectie, een bepaalde relatie te kijken. En je wil het juiste doen. Dan wil ik 3 kaarten voor de energie van de persoon waar tweeling aan denkt. De energie van de persoon waar tweeling aan denkt. Ik heb al 1 kaart. De schildknaap van staven. Je kunt te maken hebben met een ramleeuw booschutter. Het kan iemand zijn die jonger is als jij bent, tweelingen. We hebben de zegenwagen. Heel sterk kreeftenergie. En nog 1 kaart voor de persoon waar tweelingen aan denkt. Oeh, en nog meer vuurenergie. Ramleeuw booschutter. Staven 6. Je kunt te maken hebben met iemand die heel erg daadkrachtig is. Iemand die controle wil houden over een situatie. Schildknaap van staven kan staan voor een boodschapper. Dus het kan zijn dat er in de maand december communicatie gaat komen. En het kan ook iemand zijn waar je al een connectie mee hebt. Iemand die heel avontuurlijk is, altijd in is voor iets nieuws met de schildknaap van staven. Een nieuw begin. Iemand die erg creatief is, zelfverzekerd is. Dit kan ook iemand zijn inderdaad die in de spotlight staat met de staven 6. Een kaart van erkenning krijgen vanuit de omgeving. In de spotlight staan een winnaar, een overwinning. Iemand die een overwinning wil behalen. En dan kan het gaan om jullie connectie. Iemand die snelle actie wil ondernemen met de zegenwagen. Maar we gaan het dadelijk verklaren. Zegenwagen is een hele snelle energie. Balans brengen in een situatie en dan volle daadkracht vooruit. Om een zegen te behalen, die overwinning te behalen. En je kunt ook te maken hebben met iemand die nogal wat ego heeft. Met die zelfverzekerdheid. Maar iemand die optimistisch is. Iemand die een nieuw avontuur wil aangaan. Met je. Wat is de energie in deze relatie, in deze connectie? 3 kaarten voor de relatie, alsjeblieft, universum. 3 kaarten voor de relatie. De gehangene. Vissenenergie. De hoge priester. Stierenergie. Het Rad van Fortuin. Dus we hebben 3 grote arcana kaarten die eruit zijn gekomen voor deze relatie. Grote kaarten staan voor grote levensveranderingen. Hoge priester kan staan voor een contract, voor toewijding, voor een huwelijk. Dus beide heb ik het gevoel dat jullie je willen toewijden. Maar dit is ook weer iemand die heel religieus of spiritueel kan zijn. Een mentor. Dit is de paus uit de tarot en we hebben hier die religieuze factoren. Dus het kan inderdaad zo zijn dat je persoon heel erg verschilt. Van een andere achtergrond komt, een andere mentaliteit heeft, opvoeding heeft gehad, een andere religie heeft. Maar met het Rad van Fortuin, dit is goddelijke timing. Dit is inderdaad verder gaan naar de volgende fase. Een einde aan vertragingen, een gelukkige verandering. Dus het kan iemand zijn in je vriendenkring, heb ik het gevoel. Tweelingen. Iemand die je al kent. Iemand die inderdaad, de hoge priester is iemand die nadenkt over de zingeving van het leven, het goede wil doen. Iemand die ook een brug legt tussen spiritualiteit, religie, het hemelse en het aardse. Vanuit het gevoel. Met de gehangene heb ik het gevoel dat jullie beiden nog de situatie af aan het tasten zijn. De gehangene bekijkt een situatie, trekt zich terug vanuit een ander perspectief.
om op die manier antwoorden te krijgen. Dus het kan zijn dat er op dit moment niet heel veel gebeurt. Maar jullie zijn beide klaar om inderdaad die relatie naar een volgend level te tillen. Jullie zien beide wel... dat er gewerkt kan worden aan deze connectie en dat dit kan uitgroeien tot iets heel stabiels met de hoge priester. Je wil werken aan de situatie met de pentakels 8. Je bent bereid om je tijd, je energie ergens in te stoppen. Maar je wil eerst de persoon beter leren kennen op een ander level. En deze andere persoon, ja, waar je mee te maken hebt, voelt ook heel veel passie voor je. En wil misschien wat sneller vooruit gaan als dat jij dat wil, tweelingen. We gaan kijken. We gaan verklaren. Waarom ligt hier die koning van zwaarden voor tweelingen? Koning van zwaarden. Bij tweeling. Koning van zwaarden wordt verklaard door de toren. Toren is een onverwachte gebeurtenis. Iets wat aan het licht komt. Dus het kan zo zijn inderdaad dat je je gevoelens wil gaan... je wil open en eerlijke communicatie. Je wil je gevoelens wellicht op tafel leggen. Je wil aangeven naar deze persoon toe dat je... klaar bent om hier aan te werken. Dat je jullie connectie, jullie relatie naar een volgend level wilt tillen. Het kan ook zijn dat deze persoon komt met communicatie. En dat dit heel onverwachts voor je komt. Nog een kaart voor de koning van zwaarden. In de energie van tweelingen. Waarom ligt hier die koning van zwaarden? Koning van zwaarden. En je kijkt heel... vanuit je verstand benader je deze situatie. De koning van zwaarden wordt verklaard door de staven 2. Staven 2 is inderdaad op een kruispunt staan. Je hebt de wereld in je handen. Je denkt na over de situatie. En dan gaat iets onverwachts gebeuren wat met communicatie te maken heeft. Eerlijkheid. Er komt beweging in de situatie en heel snel, onverwachts. En ik heb het gevoel dat dit komt vanuit je persoon. En je gaat inderdaad hierover nadenken. Duidelijk, helder communiceren. Hoe je over de connectie denkt. Waarom ligt hier de schildknaap van pentakels voor tweelingen? Schildknaap van pentakels. Koning van staven. Nou, we hebben hier in de rij van de connectie, of ja, in de rij van je persoon, heel veel vuurenergie. Zoals ik zei, ramleeuw boogschutter. Iemand die zelfverzekerd is, een go-getter. Achter datgene aangaan wat hij of zij wil. En ik heb het gevoel, deze persoon wil jou. Deze persoon wil een overwinning behalen, hoe dan ook. En ik heb het gevoel dat jullie inderdaad ook aan die connectie willen werken. Waarom ligt hier de zegenwagen? Voor de persoon waar tweelingen aan denkt, de zegenwagen. Ja, een risico nemen, in het diepe springen, een nieuwe frisse start maken. En dit is ook een hele creatieve energie. Dit is wederom ram-energie. Weer vuurenergie. Nog een kaart voor de zegenwagen. Deze persoon wil de sprong in het diepe wagen. En we hebben de maan. De maan is een kaart van angst, dingen die niet helemaal helder zijn, een situatie niet helemaal duidelijk kunnen zien. Dit is een energie van dromen en ik heb het gevoel dat deze persoon inderdaad ook droomt van die overwinning. Het is ook een kaart van, het is veilig om een volgende stap te nemen in een connectie. Vertrouw je erbij op je intuïtie en dat gaat deze persoon doen. Deze persoon
is heel optimistisch. De dwaasenergie, dat kan ook iemand zijn die naïef is, niet heel ver nadenkt over de gevolgen van bepaalde zaken. Deze persoon springt van een klif af en gaat ervan uit dat alles goed zal komen. Dus deze persoon staat heel positief, wil actie ondernemen. Er is misschien nog sprake van een bepaalde angst of onduidelijkheid over de situatie, van hoe gaat het verder lopen. Maar deze persoon is vastberaden, vastbesloten om de controle te nemen in deze situatie en een overwinning te behalen. Kijk, ridder van pentakels. Deze persoon wil werken naar stabiliteit. Dit is een langzame ridder, maar ik heb het gevoel dat deze energie inderdaad, deze persoon heeft lang hierover nagedacht. En op het moment dat een besluit is gemaakt, gaat er heel snel vooruitgang komen in deze situatie. Waarom ligt hier de staven 6 voor de persoon? Waar tweelingen aan denkt of mee te maken heeft. De staven 6. De staven 6. Wordt verklaard door de kelken 8. Nog een kaart voor de staven 6. Aas van pentakels. Nou, de kelken 8 is een situatie achterlaten. Een situatie die emotioneel niet meer vervullend is. En met de kelken 8 wil deze persoon een nieuw begin starten. Iets wat stabiliteit biedt. Iets wat zekerheid biedt. En ja, met die hoge priester iets wat kan leiden tot een huwelijk of een bepaald contract, toewijding. Dus ja, deze persoon is niet meer tevreden in de connectie zoals die op dit moment is. Dit is niet emotioneel vervullend, want er ja, is sprake van gevoelens, een hele sterke aantrekkingskracht. Ik heb het gevoel dat je persoon wat ongeduldig is en heel graag het nieuwe avontuur met je aan wil gaan. Een gouden kans. Aas van pentakels, ja, een nieuw begin. Dit kan ook staan voor een grote aankoop, maar in een liefdesreading heeft het te maken met een stabiele relatie. Een betrouwbare relatie, iets voor de lange termijn. Waarom ligt hier de gehangene? Oh. En er draaide al een kaart om voordat ik überhaupt uitgesproken was. Koningin van kelken. Een hele liefdevolle, zorgzame koningin. Nog een kaart voor de gehangene. Er is sprake van liefde, sterke emoties. De gehangene. Waarom ligt hier de gehangene? Jullie voelen beide een soort van een vertrouwd gevoel bij elkaar. Een goed gevoel wat je elkaar geeft. De gehangene universum. Waarom ligt hier de gehangene? De gehangene. Voor tweelingen. Aas van kelken. Ja, een nieuw begin. Een nieuwe relatie. Emotionele balans brengen in een situatie. Emotionele vervulling. Iets koesteren met die koningin van kelken. Ze koestert die kelk. Dus ik heb het gevoel ook dat er een heel sterk respect is tussen jullie beiden. Een gevoel van liefde. Je voelt je ja, lekker bij elkaar. Je vult je aan. En het kan zijn dat er op dit moment inderdaad dat jullie beiden nog ja, de situatie vanuit dat oogpunt aan het bekijken zijn. En ik heb het gevoel dat dit iemand is ja, uit je omgeving, je vriendenkring. Waarom ligt hier de hoge priester in de connectie? De hoge priester. De kelken 10, happily ever after, een sprookjeshuwelijk. Inderdaad, ja, je ziet hier twee generaties, man, vrouw, kinderen. Huwelijk. Wow, dus dit is echt een connectie die ja, een hele grote potentie heeft. Dit is een soulmate energie. Ja, dit is je soulmate hebben we hier liggen. En je liefdesleven zal naar een volgend level getild worden. Een wensvervulling hebben we hier met de sterkaart. Beiden zijn jullie heel hoopvol over een mooie toekomst. Je ziet deze persoon als iemand waar je oud mee kan worden.
Je ziet deze persoon als een soulmate met het Rad van Fortuin. Een hele spirituele kaart. De geliefde onder op het dek. Waarom ligt hier het Rad van Fortuin? We hebben met de sterkaart heel sterk waterman-energie. Met die maankaart hebben we vissen- en kreeft-energie. En met de gehangene hebben we wederom vissen. Met de hoge priester hebben we stier-energie. Waarom ligt hier het Rad van Fortuin? Waarom ligt hier het Rad van Fortuin? Ja, sprake van verliefdheid. Dit is ja, wat vluchten, gevoelens uiten naar de ander. Emoties die gedeeld worden. Het is, het is tijd om verder te gaan naar een volgend level. Het kan zo zijn dat je in de maand december samenkomt met vrienden of familie. En dat dit inderdaad een gezamenlijke vriend is. Of een vriend van de familie, vriendin van de familie. En dat er een bijeenkomst is, een feest is, noem maar op. En dat jullie daar inderdaad elkaar weer tegenkomen. En er over en weer wat gevoelens geuit gaan worden. Waarom ligt hier het Rad van Fortuin? Het kan ook zijn dat je persoon met een boodschap komt. Want we hebben hier die ongeduldige energie. Het Rad van Fortuin. Dit is iemand die inderdaad de juiste woorden weet te zeggen. En kijk, voor de tweede keer komt hieruit de zegenwagen. Controle over de situatie nemen. Actie ondernemen. Beiden willen jullie je gevoel naar elkaar toe uiten, heb ik het gevoel. Een hele luchtige energie in eerste instantie met die ridder van Kelken. En je wilt beiden inderdaad, voel je dat het de tijd is om inderdaad samen een andere richting uit te gaan. Dus dit is gewoon een hele wederzijdse mooie energie. Wat kan tweeling verwachten in de maand december? Wat kan tweeling verwachten? De magier. Manifesteren. Alle tools, alle middelen gebruiken om het hemelse met het aardse te verenigen. Om een bepaald doel te bereiken. En de magier is een antwoord ja. Een positief antwoord op een vraag die je eventueel gesteld hebt. De magier staat voor een nieuw begin. Dit is kaart nummer 1. Dus daar gaat een nieuw begin volgen, tweelingen, in de maand december. Deze relatie, deze connectie wordt naar een volgend level getild. Jullie gaan een nieuwe fase in met het Rad van Fortuin. Nog een kaart voor de eventuele uitkomst voor tweelingen in december. In liefde, in deze situatie. Wat is de uitkomst? Een eventuele uitkomst. De krachtkaart. De krachtkaart is een kaart van in je kracht staan. Zelfverzekerdheid, moed, durf. Maar ook een kaart van zelfdiscipline. Je innerlijke beest temmen. Nog een kaart voor een eventuele uitkomst. De krachtkaart kan ook staan voor wat terughoudendheid. Inderdaad, met die zelfdiscipline. Maar er is ook een kaart van vriendelijkheid. Een groot hart. En we hebben hier een schildknaap van Kelken. Een emotionele nieuwe ervaring. En de schildknaap van Kelken is een boodschapper. Dus een boodschap vanuit het hart. Gevoelens die geuit worden over en weer. En ik heb het gevoel, tweeling, dat jullie je inderdaad wat proberen in te houden in de situatie. Met die kaart ook de ridder van zwaarden. Je wil niet meteen je hele emoties ergens ingooien. En dit kan te maken hebben met je ervaringen uit het verleden. Je wil eerst ervan verzekerd zijn dat dit iets is wat stabiel is, waar je tijd en energie in wil stoppen en wat ook de potentie heeft. Maar met de kaarten die we hier hebben liggen, zie ik zeker die potentie inderdaad. En je persoon wil een overwinning behalen. En dit is iemand, dit kan ook een dromerige energie zijn. Kijk, de persoon stelt zich voor wat er in zijn kelk zit. En hij stelt zich voor dat er een vis in zijn kelk zit. Dus dit is ook een energie van dagdromen. Bedenken, wat zijn de opties, wat zijn de mogelijkheden voor de toekomst?
Ja. Je bent je voor aan het stellen inderdaad hoe het zou kunnen zijn. Maar kijk onder het dek. De doodkaart. Een transformatie gaat er plaatsvinden. Een einde en een nieuw begin. Een wedergeboorte van een bepaalde situatie. Dus het is een hele grote verandering. Er gaat iets veranderen in de connectie. En zoals ik zei, ik heb het gevoel dat het iemand is inderdaad die je al kent. En het kan ook heel goed zijn dat het iemand is die je tegen gaat komen op een soort van sociaal event. Als het een nieuw persoon is. En je zult inderdaad tweelingen in eerste instantie misschien wat koud keel overkomen. Omdat je misschien plotseling gevoelens van emotie, gevoelens van verliefdheid ervaart met die toren wat we hier hebben liggen. Dus kijk hoe het resoneert. Maar ik heb het gevoel dat deze persoon heel snel actie wil ondernemen op de situatie. Deze persoon voelt heel veel passie voor je richting jou en wil echt weet wat hij of zij wil en gaat daar achteraan. Dus dat is wat ik voor jullie heb voor de maand december. Als het resoneert, geef me een like. Abonneer je op mijn kanaal mocht je dat leuk vinden. En ik wens jullie heel veel liefde en licht. En tot de volgende keer. Dag!